Hallo Black Legion, welkom bij weer een nieuwe part van Gianna Sisters Twisted Dreams. Ik zit nog steeds op het kutstuk, ik kwam net niet aan mijn woorden. Een moeilijke titel ook. Oh, I'll be damned. Please, land. Oeh, bug. Oh nee, vader skull. Ah, kom op game. You serious, weet je wat we hier moeten doen? Game, dat ga je echt niet menen. Dit gaat sowieso mis. Wat we moeten doen is naar beneden springen en dashen naar boven en ook nog landen. Hier, en ik deed dash, maar zij dashed de fucking hell niet. Jij vuile dasher. Ik krijg echt problemen met die dasher. Die is zo fucked up irritant. Ah! Vlieg ook tegen de spikes aan die er nog stonden. Als ik die heb vergeten. Oké, we gaan voor het doel wat we in de vorige part niet hebben gehaald. Ah, oh, kut zo. Ik dacht dat die juist solid was nu. Maar we gaan voor de 100 deaths blijkbaar. Soms hou je echt gewoon te veel knopjes door elkaar. En dan ga je een beetje panic button mashen, zeg maar. Tenminste, dat heb ik. Vaak. Dat ik dan echt gewoon van alles indruk wat er maar bestaat in de, op de controller. Wat druk ik in dan? Waarom, game? Waarom vraag jij zo'n fucking kut ding van mij? We komen er wel hoor, aan het eind van deze part of zo, maar. Fuck. Oh, ik wou bukken, ik deed bukken. Ze reageren ook langzaam, vind ik. Er zit soms een beetje lag op de reactie. En ze reageren niet perfect zoals ik vraag dat ze moeten. Oh, kut, sorry. Zoals de dashing bitch. Als ik nou zeg rechts, dan moet ze eigenlijk rechts gaan. En ik zeg naar boven, dan moet ze ook naar boven gaan. Dat doet ze nu. En schuin, dat werkt allemaal. Maar owee, als je ook maar iets bij wat in de buurt staat, dan gaat ze overal afketsen. En dat is fucked up. Want dat wil ik niet. Oh, en die fucking springbiatch. Springt altijd in die spikes daarboven. Tuurlijk. En soms springt ze niet zo hoog trouwens. Dat is echt gewoon waar ze zin in heeft. Als je het volgens mij lang ingedrukt houdt, dan springt ze hoog. En doe ik mij heel even, dan springt ze mij heel iets. Tuurlijk haal ik mijn solid service weg. We gaan echt voor de 100. Oh! Dat was bijna erop. We gaan echt voor de 100 deaths volgens mij in deze map. Chapter. Wat we noemen. Fuck. We zijn er echt nog lang niet. Kut zo, ik was er wel op. Maar we zijn er nog lang niet. Qua aantal gems nog lang niet. Maar we moeten hier ook nog steeds weg. En dat gaat lang duren, kan ik je vertellen. Dat gaat echt lang duren. Zie, ze kan het wel. Had hier gewoon een checkpoint in gemaakt, game. Ik vind het echt gewoon naaierig dit. Zie, maar dan vliegen we er overheen. Het idee ging wel goed. Maar we vliegen er overheen, daar was ik al bang voor. Of we knalden tegen de fucking muur aan. Dat ze weer ging catchen als een motherfucker. Oh, kut. Maar ik had het al zien aankomen. Hoe moeilijk kan het zijn, zou je zeggen. Heel moeilijk. Oh, fuck. Als ik dit fout doe, jongen. Oh, oké, rustig. Klik, 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 klik. Oké. Echt spastische beweging hier. Maar. Yes, dat hebben we gehaald. Nu moeten we hier nog overheen rennen. Checkpoint, einde. Fucking luck. Yes,
God fucking dank. Alsjeblieft, dankjewel. Oké, daar komt hij dan. Fuck. Dat, eindelijk. Wat een opluchting. Oh, vuile pompoen, jongen. Kijk maar uit dat je mijn Halloweenie wordt uitgesneden. Wat een landing, echt. Hele tijd fucking dingen. Net vielen ze nog tenminste tegelijk. Nu vallen ze om en om. Dat is alleen maar fucked up. Natuurlijk, staan net op de rand. Dan gaan we dood. Oh, kom op, game. Mag ik er nog tussendoor vliegen of niet, game? Echt, oeh, fuck. What the fuck, mooi. Hoe de fuck krijgen we dat voor elkaar? Oeh. Oh, yeah. Oeh, lucky. Oké, komt er maar. Vuile. Dingen. Yes, checkpoint. Oh my god. Oké, jump. Land. Landen. En dood. En waarom? Sorry. Omdat we fuck. Tijdens de dingen zal het fucking roze ding kwijt zijn. Wat best wel een chill ding is. Dan kun je iets meer damage krijgen, maar... Het ging al een klein beetje missen, maar... Oeh, fuck. Dat zijn er veel. Dat gaat toch nooit werken? Oh, tuurlijk. De andere kant op. Yeah. Als ik dat mooi even vergeten. Dat we... Sneller. Perfecto. Auw. Oh, we kunnen wel door die tafels heen springen. Oh. Goed zo. Mooi, we zijn weer dood. We hebben tenminste alle muntjes verzameld. We hebben ons daar zo meteen niet mee bezig gedaan. Ah, kut voor je. Oké, spring in de mooie winddinges. Weet je eerder als kind altijd zulke dingen? Zo'n waaier ding, dat was altijd fucking badass. En waarom? Dat is een hele goede vraag. Maar dat was altijd fucking badass als je een ding had. Oh, fuck. Mooi, we hebben nog een roze ding. Hebben we nu Uber Protection? Ik wil graag naar boven. Oh, dat moet ook. We moeten naar boven. Tuurlijk spring ik weer in een ander fucking ding. Oh, mooi. Er zit daar beneden wel iets. Ah, hier, platform. Oh, ja. Logisch. Oké, laten we maar naar beneden gaan rennen. Naar beneden. Daarheen. Ting, ting. Knink, knink. Oh, mooi. Nieuw Ellery Gartwood. Ellery? New gallery artwork. Bedoelde ik. Mooi. Gaat goed. Ja, joe. Goed zo, mooi. Hier moeten we vliegen. Blijven vliegen. Er zit wel een ding bovenop trouwens. Oeh, fuck. Ah, kom op, vlieg jij. Vlieg, zweef. Doe iets. Ah, kut zo. Het is echt krap daar, hoor. Oh, fuck it ook. We rennen gewoon naar boven. Run. Mooi. Perfect. Precies wat ik wou. Hier is namelijk nog een blauw ding. Yay. Oeh, kut. Toen zag ik niet precies waar ik heen ging. Ah, mooi. Normaal moesten we via daar. Nee, ik heb een shortcut genomen. Kast er nog eerder.
Ah, zo, oké. Okay. Komt er maar, platform, platform! Niet lief, platform. Wow, doe. Komt er maar. Oké, okay, dus die komt dan automatisch aan. Moeten we deze zo switchen? Oh. Kijk eens aan, dat is simpel. Oeh, fuck. Blauwe vuile vogels. Oh, ze spawnen elke keer opnieuw. Vuile blauwe vogels. Laat me met rust. Oh, damn, damn, damn. Oeh. Mooi. Mooi, we hebben de wereld. Gehard. Level finished. Nou, valt nog mee dan. Zijn we, hebben we 100 keer dood? 63. Oeh, dat valt nog mee. Het leek veel erger. Oh, oh, Dread Dragon's Keep. Yay, die heb ik unlocked. Mooi. Dus we gaan de ene laatste level in. Dan zijn we bijna klaar met deze serie. En dan komt er van alles. Maar tegen die tijd gaan nog wat andere dingen gebeuren. Ik weet niet hoe je het zien. Nou, deze week nog. Ik neem het nou allemaal achter elkaar op. Maar dat had je waarschijnlijk al wat door. Dat doe ik meestal, dus. Maar tegen die tijd komen er nog meer dingen bij die, wel, die jullie wel leuk gaan vinden. Dus dan komt er op dit tijdstip iets anders. Oh. Maar dat merk je snel genoeg, want er komt al een mededelingsvideo over. Het zal nog wel even duren hoor, het is niet voor deze video aan. Maar dat komt nog wel. Niet lief. Oh. Vuile zonnetje spikes dingen. Fuck you. Oh, oh. Foute landing. Maar dat merken jullie dan nog wel. In een mededelingsvideo. Maar er komt sowieso dus iets achteraan. Daar ging het me eigenlijk om. Dat je dat wist. Maar dat was wel logisch. Oh. Het is zoveel logischer om fucking hel daar overheen te vliegen. In plaats van gaan. Dashje. The fuck. Kan ik dat kind ook gewoon niet trappen of slaan of zo? Fuck. Sla die alien gewoon op zijn bakkes. Waarom moet je er altijd bovenop springen? Mario hetzelfde. Die kan toch ook gewoon vol op die persoon zijn bakken springen. Maar toe maar. Oké. Daar gaan we weer. Yay, dalen. Op een fucking alien die ons in de spikes boost. Dankjewel, alien. Ik vind jou ook heel lief. Niet echt. Move it, vuil rood kistje. Oeh, damn. Yay, we zijn er. Eindelijk. Oh, oh. Oeh, fuck. Dat is net niet helemaal goede timing. Als we nu springen, dan zou het wel moeten zijn. Natuurlijk ren ik er weer. Het zijn ook gewoon te kleine dingen. Het is gewoon te klein om op te springen haast. Maar niemand heeft gezegd dat deze game makkelijk was. Maar het is in ieder geval geen... Oeh. Het oogt een beetje als een kindergame, maar ik vind het ver van. Kom hier, alien. Dank u. Fuck you. Dat is een overduidelijk antwoord, neem ik aan. Mooi, kom op. Dude! Chick! Care! Fucking... Weet ik veel, travestiet. Als ik zeg dat jij moet springen, moet je springen. En nou land ze vanaf de zijkant op die dude. Hoe krijg je dan vrede voor elkaar om op de zijkant van die alien te landen? Jij bent echt een gare chick, weet je dat? Je bent fucked up. Naar land. Fuck you. Oh. Vuile spiky kist. Jij vuile spiky kist.
Tuurlijk werkten we niet, want dat is de evil mode in. We kunnen dat ding niet dashen, bashen. Hoe je het ook wil noemen. We moeten er heel vredelievend op springen. Please, staff. Dank u. Land, land, land. Kom op. The fuck? Normaal dash jij altijd als een motherfucker. Motherfucker. En nu? Nee, 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 nee. Normaal dash jij altijd zo naar boven. Zo. Springt er overheen. Ze springt altijd naar boven. Altijd zo'n beetje. En nu juist, nu ze het moet doen, doet ze het niet. Jij achterbaks klote kind. Ik merk wel dat heel veel van deze parts een beetje rage mode-achtig zijn. Klein beetje na. Oh, kijk dat draakje. Flappen, flappen, flappen. Maar weg. Oké, wat jou wakker, alien? Goed zo, brave alien. Deze kant op loop jij. Dat is niet goed. Dat is wel goed. Okay, kom op. Zie, ze kan het wel. Het duurt alleen fucked up lang. Haha, eindelijk. Fucking checkpoint. Mooi. Niet slim om gelijk van... Komen die skill... Ja, die skill komt altijd. Oké, okay, wachten. Pizza. La 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 la. Oh, yeah. Zie ons dit gewoon doen als een fucking baas. Tralalili, tralalala. Is dat geen mooi deuntje? We moeten naar boven. Oh, zo komen we boven. Oké. Okay. Denk, hoe moeten wij naar boven dan? Oh, oh. Dat is met de jumpy jump methode via de muren. Ze hebben echt iets met hun kleine fucking balletjes in de lucht, of niet dan? Oh, oh. Oeh. Dat was me lucky, joh. Dat was me lucky. Oh. Verkeerde plankje. Ja, oh, springen we daar weer in natuurlijk. Hop, 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 hop. Paardje ingela. Hop. Fuck you, vuile pompoen. Goed zo. Dankjewel, game. Oh, oh. Niet lief, game. Oké, okay, checkpoint. Oh, yeah. Oké, okay, wat we nou gaan doen is hier gewoon blijven zweven en dood door de pompoen. Mooi, dan spawnen we hier weer. Hey, alien. Eindje naam. Dude. Nou ja, oké, okay, we weten nu dat als we naar boven springen, dat daar dus vogels zijn. Om je nog hoger te boosten. Gezellig. Zo. Wat dacht je daarvan, game? Oh oh. Snel wissel, wissel naar links. Dat was nog maar net op tijd. Oh, dat is een lief draakje. Het is ook een Dragon Castle ofzo, dus het zal vast wel iets met een draak te maken hebben, denk ik ook niet. Vast en zeker. Auw, hoe is dat nou? Het is ook alleen maar in Thunderworld dat het zo is, dat je doodgaat door een lightning. In vredelievende wereld is dat niet. Oh, kutzooi. Dat werkt niet. Ik denk wissel wel... Oh, fuck. Verkeerde kant op. Ik wissel wel die kant op, maar nee. Mooi, we hebben tenminste weer die fucking bubbel terug. Dus dat is weer een troost. Mooi. Dat ging goed. Land. Land. Dat is heel smal. Ah, fuck it. Gewoon doorheen rennen nu dus. Als die game toch al zegt van fuck you. Dan zeggen wij ook fuck you. We missen daar een heel stuk. Ik weet het. Maar
Ik ben... I do not care anymore. En dat meen ik. Serieus. Waren daar nou nog muntjes? Muntjes? Nee. Zo, perfect. Move it. Mooi. Oké, naar beneden. Ah, alles schommelt. Zo schattig. Hey, Cubone. Uh-oh. Cirkelzaag mayhem. Oh, dat was simpel. Uh-oh, lopen de bounce weg. Oh, hell no. Ja, gooi maar. Goed zo, brave Cubone. Mooi. On the wings of freedom. Nee. Normaal is het on the wings of love, maar I do not. Oh, mooi. Care. Oeh, fuck. Dat was ook nog maar net. Mooi, we worden door de grond heen gestampt. We hebben de stampot. Echte Hollandse stampot. Oeh. Recht gestampt hier, man. Fuck. Dash, dash. Oh, yeah. Wat dacht je daarvan? Gewoon dash. Nieuwe methode. We kunnen hier door naar beneden. Dat gaan we doen ook. Oh kijk, wonderwaterwereld. Wonderwaterwereld, hè? Geen onderwaterwereld. Nee, de wonderwaterwereld. Is toch mooi? Is toch mooi? Is dat alles serieus? Geen... Geen fucking blauwe kristal met artwork deze keer? Het valt mij tegen. Okay. Oh, Jesus Christ, wat dat. Oeh, fuck. Het ging nog goed ook. Mooi. Oh, damn. Spookjes. Wat een late reactie van. Ik denk, hé, hey, kijk wat een leuk beeldje. Maar dat is een fucking spookje. Niet lift. Oh, daar gingen we dood. Dan moeten we helemaal vanaf hier weer overnieuw. Maar dat overnieuw doen gaan we in de volgende part doen. En zoals het nou een beetje lijkt op punten. Nou, ik denk in de volgende part. Einde van dit level zal zijn. En dan hopelijk de boss fight. En zijn we klaar. In de volgende part. Maar kan ook zijn dat er nog twee parts duurt. Maar dan is dat het einde van Genesis dus. En ik zie jullie weer in de volgende part. Dus later. Wil jij altijd de beste deals hebben. En vertrouwd games kopen. Zonder op allerlei websites een account aan te maken. Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.